De vitamine C van Pasco. Nou, vitamine C is natuurlijk een hele belangrijke om dagelijks voldoende binnen te krijgen. En hè, als we groenten en fruit eten, krijgen we wel vitamine C binnen. Maar helaas tegenwoordig niet meer voldoende. Ik zal een voorbeeldje geven. Bijvoorbeeld bananen, die zien we tegenwoordig voor het groen in de winkel liggen. Nou ja, de vitamintjes die komen erin op het moment dat de banaan in de zon aan de boom hangt en daar mooi geel kleurt. En dus niet van een groene banaan, daar zit gewoon veel minder vitamine in. Dus daarom goed om dagelijks een extra vitamine C in te nemen. Nou, vitamine C zorgt uiteraard voor een goede weerstand, dus dat je minder snel ziek wordt en een verkoudheid bijvoorbeeld ook sneller overgaat. Maar vitamine C is ook een hele belangrijke voor een stevigere huid, want vitamine C zorgt voor de aanmaak van collageen. Dus zorgt ervoor dat de huid dikker, steviger wordt en minder snel verouderd. Dus daarom raad ik zeker aan om dagelijks mag 2 tabletten in te nemen. Deze zijn ook heel makkelijk, want je zabbelt ze op, waardoor ze eigenlijk geleidelijk aan in het lichaam terechtkomen. Dus dat is ook nog de beste manier. Het wordt meteen door de slijmvliezen opgenomen. Nou, dagelijks 1 tot 2 tabletten, verdeeld over de dag. Ook dat is bij vitamine C belangrijk voor de opneembaarheid. Nou, en dan zorgt het dus voor een mooie, stevigere huid en een goede weerstand.